Twee auto's zijn dinsdagochtend na een botsing in de sloot terechtgekomen. Dat gebeurde rond 9:30 op de kruising van de Zellerstraat met de Betelaan in Winsen. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto's kwamen met elkaar in botsing en belanden daarna op de kop in de sloot. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Beide auto's zijn totaal losgeraakt bij het ongeluk.